lijkt het grote boek van Sinterklaas. Ja. Maar u moet, als u even zit, u zit vervelend in de vergadering, niet naar de telefoon kijken, maar kijk het boek. Alsjeblieft. Heel hartelijk dank. Met maar liefst 2000 handtekeningen stapten de bewoners van de Markermeerdijk vandaag naar de politiek in Den Haag. De dijk moet op de schop, maar dat gaat niet naar de wens van de bewoners. In Durgerdam bijvoorbeeld is er het plan om een dam van 4 meter hoog vlak voor de dijk te leggen. Deze sjaal geeft aan waar het zicht van de dijk in het water komt. En dat is net een klein stukje vaargeul en de rest is weg. Bewoners zijn bang dat de plannen van het Hoogheemraadschap en het baggerbedrijf Boskalis onomkeerbare schade aanbrengt aan de oude dijk en het uitzicht op het water en het dorp. Waar dit dorp dus eigenlijk beroemd om is, van de ligging aan het water, de laatste nog met alle huizen op de dijk. Allemaal monumenten, hè? Monumenteel dorpsgezicht. Dat gaat gewoon verdwijnen, dat is weg. Zelf komen de dijkbewoners verenigd in de Zuiderzee-alliantie met een plan wat minder ingrijpend en veel goedkoper is. De oplossing lijkt simpel. Plaats pompen op de houtripdijk. Het plan is in de eerste plaats beter omdat het een stuk goedkoper is voor de belastingbetaler. Het scheelt 250 miljoen en dat komt omdat je met een gemaal in de houtripdijk het waterpeil op het Markermeer laag houdt en er dan relatief weinig aan die dijk hoeft te gebeuren. 2 jaar geleden werden dezezelfde plannen afgekeurd door de minister. Het Hoogheemraadschap met de ambtenaren van de minister hebben haar eigenlijk op het verkeerde been gezet. Door te zeggen dat het met een gemaal en nog wat aanpassingen aan de dijk veel duurder is. En dat is onjuist. De hoop is dat er met behulp van de petitie door een onafhankelijke partij nog een keer gekeken wordt naar de plannen voor de pompen. Gaat het helpen? Ja, dat gaan we hopen. En anders niet. Ja, we blijven doorgaan. Hè?